Onder alle deelnemers die zich voor 1 juni inschrijven voor de ADS-beurs, die op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 november in recreatiepark Prinsenmeer in Ommel gehouden wordt, zijn 2 prijzen verloot. Op donderdag 2 juli werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van Stichting ADS, Mark van den Heuvel. Den Hoef is deelnemer op de ADS-beurs. Hansje Welte ontving uit handen van Mark van den Heuvel een kortingscheck en een bos bloemen. Mark van den Heuvel, de voorzitter van de ADS-beurs. Hoe staat het met de voorbereidingen? Goed, druk, volop bezig. Offertes zijn aangevraagd. We hebben afspraken gemaakt met leveranciers. De eerste inschrijvingen zijn binnen. De plattegronden op de tent, of de plattegronden van de tenten worden regelmatig bijgewerkt op de site. Nieuwsberichten gaan regelmatig de deur uit. Tot op heden ben ik redelijk tevreden, ja. En het aantal deelnemers moet groter, heb ik begrepen. Nou ja, goed, wij merken dat het aantal inschrijvingen van op dit moment gewoon achterlopen bij waar wij in 2009 en in 2012 gehad hebben. Waar dat aan ligt, durven we niet te zeggen. Wij denken toch dat we er voldoende aandacht aan geschonken hebben, maar meer inschrijvingen zijn zeker van harte welkom, ja. Ja, de meesten komen toch na de vakantie. Dat is inderdaad wel zo. Op het moment dat je dadelijk een goal kunt geven, dus dat je aan kunt geven dat je voldoende inschrijving hebt om de beurs in ieder geval door te laten gaan, komen er vaak nog op het allerlaatste moment ook nog heel veel inschrijvingen bij. Vaak op het allerlaatste moment. Ja, een van de deelnemers is Den Hoef. Daar zijn jullie zo blij mee dat je vandaag even naartoe gaat. Ja, ik denk, ik pik dat kaartje er vlug tussenuit en dan geef ik haar die check, want ik denk, ja, dat verdient zij. Een actie voor snelle beslissers? Ja, ja. Alle bedrijven die zich ingeschreven hebben voor 1 juni konden meedoen met een loting en daarmee een kortingsbon winnen, zeg maar, op de inschrijfprijs. En door middel van een eerlijke loting natuurlijk tijdens de vergadering hebben wij Hansje eruit getrokken en zojuist de prijs overhandigd. Je lacht erbij als je zegt eerlijke loting, alsof er twijfel is bij anderen. Nee, dat was naar aanleiding van hetgene wat ik straks zei, dat ik haar eruit gekozen had. Maar we hebben gewoon een eerlijke loting gehouden uit het totale aantal inschrijvingen. Hansje Welte van Den Hoef, je zit mee met de ADS-beurs, waarom? Wij staan bekend in de regio als begeleiding voor kinderen met zeer grote gedragsproblemen. Maar we hebben onze expertise uitgebreid richting het stukje coachen van volwassenen in probleemsituaties rondom het werk of rondom de thuissituatie. Ja. Eigenlijk hebben we onze expertise die we op hebben gebouwd in de begeleiding van de ouders van de kinderen, zijn we nu aan het uitbreiden richting volwassenen. Ja, als je vroeger vroeg wat is Den Hoef, dan kreeg je een kort antwoord. Nu als je nou een vraag wat is Den Hoef, dan krijg je een lang antwoord. Ja, dat klopt. Steeds meer. Dat klopt. Alleen voor de bedrijvenbeurs gaan we alleen staan met een stukje coachen middels het paard van de volwassenen en de ondernemer, de zelfstandige ondernemer. En waarom was je dit jaar zo snel bij? Nou, wij hebben een jaarplan. En daar hoort een stukje publiciteit in. En ik kreeg via Miranda van Bussel kreeg ik een uitnodiging van God, is het een idee om op de bedrijvenbeurs te staan? En 3 jaar geleden was dat nog te vroeg voor ons. Want ik zag een bedrijf dat met kinderen werkt niet op een bedrijvenbeurs staan. En nu passen wij er wel in. Dus vandaar dat ik eigenlijk meteen zoiets had van ja, het klopt nu, dus waarom zou ik me niet inschrijven? Ja, het is pas in november, maar dat is zo, hè. Hoe pak je daaruit? Wij wilden daar met een paard gaan staan, maar na rijp overleg is het waarschijnlijk niet zo'n heel mooi weer dan. En nou, ik ben ook blij dat ik die prijs heb gewonnen, want het kost veel geld om een stand te huren. En als we daar ook nog een weidje bij moesten huren en zo, dan werd het voor ons gewoon niet te betalen. Dus we hebben nu gezegd van we werken met powerpoints en met voorbeelden, maar we nemen geen echt paard mee. Voorbeeld aan PowerPoints hebben jullie intussen genoeg en jullie komen regelmatig in het nieuws, zeg maar. Ja, dat klopt. En dan moeten we even goed kijken of dat we wel of niet gebruik mogen maken van de mensen die hier al begeleid zijn. Want die hebben natuurlijk ook beroepsgeheim. Ja. Dus dat moet in goed overleg.